De belangrijkste prioriteit van de Surinaamse waterleidingmaatschappij blijft het bieden van schoon drinkwater aan elke Surinamer. Voor de nieuwe directeur van het waterleidingbedrijf, Clifton Linga, is het prioriteit om in 2022 de waterdruk in Paramaribo, Wanica en Para te verhogen. Ook de verbetering van de watervoorziening in Nikeri en het afmaken van een goede waterproductie in Kommewijnen staan op schema. In Kommewijnen zijn we nagenoeg nog niet klaar. Er zijn een aantal gebieden die nog van water moeten worden voorzien. Dus dat is al alles in kaart gebracht. Dus we gaan ons klaarmaken om die mensen te voorzien van water. Je hebt nog ook gebieden als Apura, waar we heel binnenkort de registratie gaan doen. Dat de mensen daar gaan betalen voor dat water. Er komt misschien een programma ook daarvoor waar we bezig zijn te praten met de verschillende actoren al voor ons. We starten daarmee. De plaatsen als Redidoti, Kassipora, die mensen moeten voorzien worden van water. Ik heb ook op mijn lijst Kabenda Dorp. De mensen klagen al de hele tijd dat ze geen water krijgen. Ze worden voorzien van water met een waterdruk. Dat we die mensen van water voorzien. Een heet hangijzer is de verhoging van de tarieven. Linga geeft een voorbeeld van hoe ver onder de kostprijs de tarieven van de SWM zitten op dit moment. Voor 1 kub 2 SRD zoveel betaald. En iemand die 1 persoon gebruikt bijvoorbeeld 6 kub per maand, dat is 600 liter in vergelijking met een bottel water, want ons water is ook drinkwater vergeleken met bottel water, dan neem je gewoon simpel een jug van. Een jug van 18,6 liter. Dat kost bij de winkel, ik denk, de laatste prijs die ik had gezien was 60 SRD. En als je dat vergelijkt, hoeveel van die jug je eruit moet halen, dan kost die 6 kub, als je het gewoon zou verkopen in jug, zou het water, zou waterleiding 19.000 SRD verdienen, minimaal. Maar die 6 kub verkoop je 6 maal, als ik moet afronden, 6 maal 3. Is 18 SRD. Is 18 SRD. En het is een noodzaak dat wij ook moeten participeren op de commerciële markt. Het plan is om bepaalde afdelingen van de SWM te commercialiseren. Als voorbeeld noemt Linga het laboratorium en de afdeling keuringscontrole. Directeur Clifton Linga heeft als persoonlijk streven om binnen 5 jaar geheel Kommewijnen en Nikeri te hebben voorzien van water. En ook enkele gebieden in het binnenland, met name Brokopondo.